Nou, we willen voorkomen dat mensen zoals jullie al te makkelijk meedoen in de verkiezingen. Hulp Almelo. Ha! Zestien maart zijn de verkiezingen. Als wij een eigen partij willen oprichten, wanneer is dan, weet iemand wanneer dan de deadline is om je aan te melden met een eigen partij? Ja, weet ik niet. Misschien is dat nu al. Weet ik niet. Wij zijn Pepijn van der Brink, Frank Jansen en Leroy Vugteveen. En wij willen een politieke partij op gaan richten om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, het aantal eisen zijn volgens mij dat je bijvoorbeeld boven de 18 bent. Dat je... Ben jij al 18? Ja. Kun je beter aan mij vragen. Met mijn babyface. Je hebt een babyface inderdaad. Pepijn, hoe oud ben je eigenlijk? Moet je ook woonachtig zijn in de gemeente of niet? Ja, volgens mij wel. Wat misschien het belangrijkste is, wat kost het allemaal? Ben je Nederlander? Ja. De test gaat heel goed. Nou, lijkt me ook een goede vraag voor ons. Maar volgens mij is dat ook een goede basishouding als raadslid. Dat je steeds afvraagt, wat kost dit allemaal? Ik heb nog niks gelezen over kosten. Even kijken. Nou, die heb ik gevonden. €112,50 bij verkiezingen voor de gemeenteraad. Oké, ik moet geld gaan vragen hier binnen het bedrijf. En waar waren dat... geloof ik €225 gezegd, dus dan houd het gewoon stil en dan houden we de rest zelf. En waar is dat voor, dat geld? Ja, zeg het maar. Dat moeten we misschien bij een politicoloog of zo. Voor de inkt, voor het stembiljet die daar extra is? De potloodjes. Mug. Ja, we zijn nu onderweg naar Enschede voor een afspraak met politicoloog Henk van der Kolk van de Universiteit Twente. In de hoop dat hij ons kan uitleggen wat we allemaal moeten kunnen en wat we nodig hebben om onze eigen politieke partij op te richten. Wij gaan dus een eigen politieke partij opstarten. Wat hebben we nodig? Dat ligt aan wat je wilt. Waarom wil je een politieke partij oprichten? Waarom willen wij een eigen politieke partij oprichten? We willen in eerste instantie gewoon meedoen aan de verkiezingen. Oké, okay, maar het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je wilt. Als je alleen maar in de raad wilt zitten, maar verder helemaal niks wilt... Ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander soort politieke partij als je ook nog wat wil bereiken. Maar jullie willen dus eigenlijk gewoon een heel simpele, platte partij. Jullie willen gewoon in de gemeenteraad en vervolgens niks doen. Nou, we moeten nog wel een goed plan maken wat we allemaal willen. Ja, ze moeten inderdaad een partijprogramma gaan maken. Ja, maar het is natuurlijk wel, ja... Het idee is natuurlijk wel dat je het ergens aan doet. En jullie draaien het lijkt wel om. Ja, de meeste mensen die hebben het idee, we willen in die gemeenteraad gaan zitten om iets te bereiken. En daarom richten we een politieke partij op. Ja, maar dat zijn heel veel van die one-issue partijen, dat willen we niet. Nee, of ze hebben een breed idee en ze willen dat laten horen in de gemeenteraad. En daarom richten ze een politieke partij op. Maar jullie draaien het een beetje om. Jullie zeggen, we willen een politieke partij oprichten en daar gaan we dan wat leuks bij zoeken. Nou, wat eigenlijk het idee is dat we het proces in beeld willen brengen. Ik woon in Zwolle. Dus wat mij betreft doen we het in Zwolle, maar ja, daar wonen jullie niet. Want jij woont in Almelo. Ja, Frank ook. Jij woont ook in Almelo, inderdaad. Ja. Ja. En daarbij Almelo, die heeft al 16 partijen, die kunnen er best nog wel eentje gebruiken. Als je een partijnaam op de lijst wilt hebben, dan moet je partijnaam registreren. Dus je moet ervoor zorgen dat niemand anders jouw unieke naam, Hup Almelo. Oké, Hup Almelo. Hup Almelo. Ha! Die moet je registreren, maar waar dat gebeurt, weet ik eigenlijk niet. Waar het precies gebeurt, bij de gemeente, bij de burgemeester, ik denk die is hoofd stembureau. Dus bij de burgemeester? Aan tafel bij de burgemeester van Almelo. Vast wel een leuk idee om een partij erbij te krijgen in Almelo. Het is altijd goed als mensen die ideeën hebben voor de toekomst van de stad... zich democratisch organiseren en dus meedoen aan verkiezingen. Maar is dat nou ja of nee? Zolang er mensen zijn die zeggen... joh, ik voel mij niet vertegenwoordigd bij één van die partijen... en ik heb toch een visie die anders is dan wat ik al vind... Hè, in het aanbod van politieke partijen... ja, dan is ons land zo mooi en zo gaaf... dat je dan een eigen politieke partij moet oprichten. Als je dan zegt, ik wil meedoen aan de raadsverkiezingen... dan is het van belang dat je die partij ook inschrijft bij de gemeente... Dat kan voor de komende verkiezingen uiterlijk op 20 december aanstaande. Moet je ingeschreven zijn als politieke partij. Moeten we dat bij jou doen? Bij de gemeente. Hè? Dus daar hebben we bij ons klantcontactcentrum een paar specialisten voor bij wie je dat dan kunt doen. Daarmee registreer je als het ware, dat heet dan formeel, de aanduiding van je politieke groepering. En je moet, als je mee wilt doen, op 31 januari, dat is echt een specifieke dag. Dat is officieel heet dat de dag van de kandidaatstelling. Op die dag, tussen 9 uur en ik geloof 3 uur 's middags, moet je je lijst met kandidaten indienen.
krijg je een ontvangstbewijsje voor. Met ook een aantal ondersteuningsverklaringen die daarbij horen. En van elke kandidaat een verklaring dat die kandidaat ook zegt, nou, ik wil wel op die lijst van deze mensen. Gaat dat vaak mis? Nou, het kan misgaan, maar er zitten stapels papieren bij. Hè? Als jij een lijst hebt met bijvoorbeeld 20 kandidaten, van al van die kandidaten moet je heel veel papierwerk bijleveren, er moeten handtekeningen gezet worden. Als je voor het eerst meedoet aan de verkiezingen, moet je ook ondersteuningsverklaringen bij die lijst indienen. Dat wordt allemaal gecontroleerd door het Centraal Stembureau in de dagen na die kandidaatstelling. Het enige wat nodig is dat je uiteindelijk voor de verkiezingen, dat je een lijst kandidaat hebt die voldoende wordt ondersteund. En dan kun je meedoen aan de verkiezingen. En wat houden die lijst kandidaten in? Dat je straks een lijstje hebt van mensen die in de gemeenteraad willen gaan zitten. Er hoeft in principe maar één iemand op te staan, maar meestal zijn het wel wat meer. En je hebt wat handtekeningen nodig van mensen die zeggen, ja, deze partij, deze lijst moet ik dan eigenlijk zeggen, die steunen wij. Nou hebben we al een beetje gegoogeld, hè? Ook, daar zijn we ook al mee bezig geweest. Je moet wel naar de notaris, maar waarom is dat? Dat is om een partij te kunnen registreren. Dus een partij is een vereniging, dat is officieel iets. Die heeft tenminste 2 leden, die moet voldoen aan bepaalde eisen. Dan kun je daarna de partijnaam registreren. Maar nogmaals, dat is volgens mij niet noodzakelijk om mee te doen aan de verkiezingen. Wat we ook hebben gevonden, om als we het over kosten hebben, een borgsom die we moeten betalen. Ja. Frank, jij kwam... Kijk, 225 euro. Ja, ik zag 112,50 euro staan. Heb je enig idee wat dat bedrag is? Ik weet niet wat het bedrag is. Ik weet wel waarom je het moet betalen. Oh. Nou, we willen voorkomen dat mensen zoals jullie al te makkelijk meedoen aan de verkiezingen. Shit, daar zijn we naar betrapt. Kijk, anders wordt het wel erg makkelijk om aan een verkiezing mee te doen. Dan kun je op een donderdagavond in de kroeg een keer bedenken, oh, we gaan een lijst beginnen en zonder er verder over na te denken. Je regelt wat handtekeningen en dat is het dan. Binnen de kortste keren staat zo'n lijst, zo'n groot verkiezingsbiljet, vol met kroegpartijen, van alles en nog wat, van mensen die eens een keer in een frivole bui bedacht hebben dat ze het willen doen. Dus je wilt een aantal drempels inbouwen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar mee kan doen aan dat soort verkiezingen. Maar ja, het is een borg, dus je krijgt hem terug. Je krijgt hem terug en dat betekent, en hoe hebben ze dat geregeld? Dat is op zich wel heel goed gedaan, dat als je ook wat stemmen binnenhaalt, en dat is niet eens zo heel veel, je hoeft niet eens een zetel binnen te halen, maar als je wel wat substantieel aantal stemmen binnenhaalt, dan krijg je dat geld terug. In Almelo is die kiesdeler, laat ik zeggen, ongeveer 800 stemmen. Laat ik daar even van uitgaan. Dus als je 600 stemmen haalt, dan krijg je je waarborgsom terug. Ook als je dus geen zetel haalt. Haal je wel een zetel, dan heb je sowieso de kiesdeler gehaald. En dan krijg je altijd je geld terug. Ja, maar waarom is dat eigenlijk dat je het niet altijd terug krijgt? Want normaal is een borg, krijg je altijd terug. Ja, het is ergens ook een vorm van een drempel. Hè. De gemeente maakt kosten om die lijst ook mee te laten doen aan de verkiezingen. Er zitten administratieve kosten aan vast. En het is een soort drempel om te voorkomen dat mensen dat je al te lichtvoetig bij een politieke partij gaat meedoen. Als je klaarblijkelijk een partij hebt opgericht en bovendien niemand wil erop stemmen, oftewel je bent eigenlijk een beetje frivol begonnen, ja, dan zeggen we, ja, sorry, dan ben je het geld ook kwijt. En dat zorgt er dus voor dat je wel iets doet om het een beetje serieus te nemen. Ja, maar okay, 225 euro, hebben we dat ervoor over? Nou goed, als de baas betaalt, dan moet dat wel lukken. Volgende keer krijgen we social media tips van Stefan. Dat zie ik jullie ook wel doen. Gemeente en de verbond. Het is geen goede band. Het stoplicht gaat van rood naar groen. Is goed, heb je nou ook nog goede tips verder? Nee. En gaan we langs bij de notaris. Als het een beetje makkelijk kan, dan gaan we het niet moeilijk maken. Jongens, één ding. Wij zijn met 3 blanke mannen. Dat kan niet meer echt in deze tijd.